Het is donderdagmorgen. En wij gaan weer op pad. Nou, dit is bij een verschilletje met gisteren. Wat een miser weer. Oké, ik ben thuis aangekomen. Omdat ze vandaag hier de intercom gaan vervangen. Dat brengt mij gelijk in de gelegenheid om wat andere dingen te doen hier. Dus, koffer mee. Dit gaan ze vervangen, onder andere binnen. Ik heb eventjes wat kleding mee teruggenomen weer. Ik denk dat ik deze nu wel meeneem. En dit is trouwens wat ik vandaag aan heb. Ik wil het warm en cozy. Dus deze trui. Pardon. Met de knoopjes die je niet ziet. Doe maar vast. Deze trui. Donkere jeans. Ik heb nu even mijn sloffies aangedaan. Tas waar mijn infuus onder andere in zit. Mijn infuusbolletje. En deze voor de warmte. Het is nu 11 uur. En ik heb 11 uur afgesproken met het installatiebedrijf. Dus die zullen zo wel even aanbellen. Verder heb ik ook alle cadeautjes die ik binnen heb voor mijn moeder meegenomen. Want dan kan ik hier relaxed inpakken. Zonder dat zij het ziet. En verder even nog wat kleine dingetjes planten water geven. Ik wil hier nog even naar een winkel toe. Ik moet ook nog even naar de Action voor je speciaals. En ja, de goede dag uitgekozen. Want het is echt ontzettend regenachtig buiten. Ik heb hier in de slaapkamer ook nog allemaal jasjes en zo hangen. Even kijken, wat is er ook nog? Een bodywarmer zie ik. Oh my god, ik ontdek al mijn huidige kleren opnieuw op deze manier. Deze rok moet weg. Niet opgeruimd, komt dat er was, zo te zien. Oh, ik neem trouwens mijn blauwe jasje mee. Dat vind ik wel leuk. Aan een ander kledingrek. Deze. Zo echt spring-like. Label hangt er nog aan, jongens. Ja, die gaat mee. En verder ook even een top-up van deze mee, want die is op. En een top-up van deze. Ook een van mijn favorieten op dit moment. De gezichtsolie van Charlotte Tilbury. Deze is van By Terry. Echt een topper. En deze hoed, want zonlicht en mijn gezicht gaan niet samen. Daar heb ik hartstikke mooie hoeden voor, dus die gaat ook mee. Ik heb hier even wat uit de kast getrokken. Ik denk dat dit wel genoeg is. Gaan we eens even knutselen. Zo, inpakken is gelukt, alles. Dus dat doe ik in mijn koffer. En die blazer, die doe ik wel even in een kledingtas, want ik was natuurlijk dood dat er iets mee gebeurt in de koffer. Maar het is heel handig met één hand. Zo, dan. Deze zijn zo fijn, deze kledingtassen. Daar kun je heel veel in doen. En het is een super klein pakketje maken. Die hoed doe ik even apart, want die wordt echt geplet in de koffer. Ik ga even mijn lijstje checken. Heb ik sportbroeken? Nog niet. Nou, we hebben even wat broodjes van huis meegenomen, want ik heb hier natuurlijk niks vers liggen. Dus het is wel heel luxe dit. Oh, deze blijft in ieder geval prima al de hele dag. Dat scheelt nu een hoop. Dat is hem. Even alles omheen nog bijwerken. Nee, de muur moet trouwens nog een keer gedaan worden. Er zit hier ook een barst. Maar dat clean witte is een stuk mooier dan dat lelijke grijze. Yep. Oké, klaar in huis. Dan loop ik even heel snel naar de Action om te kijken of ze daar een speciale onkruidverdelger hebben. Zo'n brander. Het zeven even liggen in één klap. Oh my god. Dit is hem. Een
super. Oké, gelukt. Het is een beetje random dit, maar dit schijnt dus echt ideaal te zijn. Deze tip kregen we van de buren. Om onkruid tussen de voegen te verbranden. Nou, Amsterdam hè jongens. Oh daar. Daar staat hij. Ik hoor mijn fans alweer. Hey Jonas. Hey Jonas. En your best friend. Oké, ik ben weer thuis en ik ben echt als een malle de vlog aan het monteren. Zodat die toch nog gewoon online kan komen nu. Snuf zit weer gezellig naast me. Snuffie? Dus snel dit en dan moet ik nog even wat andere kleine werkdingetjes doen voor de website. Morning, het is zaterdag en dat betekent dat ik eerst eventjes na het ontbijt mijn medicijndoosjes voor de hele week gevuld heb. Hier zitten mijn echte medicijnen in en dit zijn al mijn supplementen voor de hele week. Morning, het is inmiddels zondag en we kunnen nog heel even genieten van het mooie weer. Want als het goed is gaat het einde van de dag regenen. Dus eventjes genieten van het zonnetje nog. En alle fluitende vogeltjes. Raketjestijd. Dit werd net afgegeven. Dus eventjes kijken wat hierin zit. Heb je niet? Oh, verkeerde kant. Nou ja. Oh hier. Oeh, nieuw leesvoer. De Linda. En ik zag volgens mij ook een kaartje. Even kijken wat ze nu weer gevonden hebben. Leuk. Voor mijn nieuwe traject. Morgen start. Ja. Super lief. Komt heel goed van pas met dit weer. Ga ik gelijk eens even lekker lezen. Hi. Kan je mij misschien even helpen mijn nagels lakken? Nu. Ik ben een beetje bang voor de waaiende gordijnen. Een echte zondagbezigheid. Even mijn nagels opnieuw lakken. In het zonnetje. En ik gebruik dit al jaren. Het is alleen niet in de goede volgorde. Ik begin met deze base coat van Essie. En daarna twee keer deze kleur. Ballet slippers. Echt always my all-time favorite. En dan de gel lak top coat. En dat blijft perfect zitten. Zo. Let niet op de wond bij mijn pink. Maar ik heb even mijn nagels bijna helemaal afgeknipt. Omdat ze toch wel heel erg beschadigd waren door de chemo's. En mijn nagels groeien nu weer. Dus het kan weer. Ik heb ze even kort geknipt zodat ze weer goed gezond zijn. En ja, mijn vertrouwde nagellak erop gedaan. Dus heel blij mee. Nog eventjes wat werkdingetjes doen. En mijn vlogs aan het organiseren. Wat mailtjes gestuurd alvast, zodat mensen het morgenochtend hebben. Maandagochtend. En ik morgenochtend gewoon wegkomen zonder druk te maken over dingen die ik 's ochtends nog moet doen. Dus ik ga nog heel eventjes verder. Morning, het is, even kijken, 8:43. Ik moet over 20 minuten weg. En ik ben nog even snel een bloedspot aan het doen, wat jullie de vorige keer ook gezien hebben. Waarbij ik bij mezelf wat bloed heb afgenomen. Omdat, ik heb dat vorige week ook gedaan, maar de uitslag daarvan was iets te laag. Dus we moeten hem nu even heel goed in de gaten houden. Dus we zijn nu, even kijken, 5 dagen verder. En ik moet even een nieuwe inleveren om te kijken hoe dat zich
verder ontwikkelt. Dat hij niet te laag wordt. En aangezien ik vandaag toch in het ziekenhuis moet zijn voor mijn eerste radiotherapie, kan ik hem gelijk afgeven daar. Maar ik zal zo eventjes wat nader toelichten, want ik heb nu even heel veel haast. En ik moet me ook nog eventjes aankleden. Vandaar dat ik mezelf ook niet helemaal film. Tot zo! Nou, dit is wel wat anders hè, dan de afgelopen dagen. Dag! Lente! We zijn er! Hier moet ik wachten. Klinkt goed. Nou, klaar. Klaar. Eerste keer. 3-2 to go. Zo, ik ben weer terug. Ja, ik ben weer een ervaring rijker. Ik had zoiets natuurlijk nog nooit meegemaakt. Dus ja, ik was ook best wel nou, niet per se zenuwachtig voor. Maar ik hou er altijd van om precies te weten wat me te wachten staat. Dus vind ik dit soort dingen heel onprettig alle eerste keren. Maar goed, het was allemaal eigenlijk heel relaxed. Ze waren super lief. En ze hebben alles uitgelegd enzovoort. En ik kon binnen natuurlijk niet filmen, want er lopen daar heel veel mensen rond. En dat zou ik zelf ook niet leuk vinden als ik daar rondliep en ik werd zomaar gefilmd. Dus ik dacht, ik kom thuis en dan vertel ik eventjes hoe het ging. Oh, ik zie dat de batterij van mijn camera bijna leeg is, dus ik moet even opschieten. In ieder geval, je komt binnen. In een kleine ruimte waar je je moet ontdoen van je bovenkleding. Net zoals het zo is als er een röntgenfoto gemaakt wordt of je een andere scan hebt. Dan kom je binnen. Eerst kom je in een soort, soort halletje waar ze allemaal schermen voor zich hebben. Er zitten meerdere mensen. Ze houden je in de gaten met 4 verschillende camera's. Dus als ze zien dat er iets misgaat of dat je ineens heel raar kijkt of weet ik veel, dan komen ze gelijk naar binnen toe. Dan zijn er ook nog veel meer computers waarop ze kunnen zien waar ze precies moeten zijn, scans enzovoort enzovoort. Vervolgens werd ik meegelopen naar de ruimte zelf. Dan moest je een soort bocht om helemaal en toen kwam je in een soort open ruimte waar het bestralingsapparaat stond. Dat is gewoon een tafel, net als iedere andere scan waar je op moet liggen. Met 4 hele grote dingen, een soort armen, die 365 graden om je lichaam heen draaien. Dus je wordt van 365 graden, word je zeg maar met een laser bestraald. Dus het gaat helemaal rondom. Het wordt niet gefocust op 1 plek vanaf 1 kant. Hij gaat helemaal rondom. Dan checken ze je naam, je moet vertellen waar je bestraald gaat worden. Zodat ze zeker weten dat ze de goede patiënt hebben natuurlijk. Dat weten ze, maar ze willen nog even zeker weten dat jij ook weet wat er precies gaat gebeuren. Dan word je neergelegd. Precies zoals zij dat zeiden, waterpas. Je wordt neergelegd precies in de vorm, zodat je de 4 puntjes die getatoeëerd zijn op mijn lichaam precies in een bepaald slot zitten. Zodat je precies recht ligt en vanuit die houding wordt bepaald waar ze precies moeten zijn met de laser. Dat gebeurt echt tot op de millimeter nauwkeurig wordt het afgemeten. Dus je wordt eerst neergelegd met je armen weer in 2 van die houders. En helemaal recht met die puntjes. Dan gaan ze weg. Dan maken ze eerst een scan. Helemaal rondom. Die wordt direct beoordeeld door een radioloog die er zit. Dan bepalen ze het veld wat ze moeten gaan bestralen. Ze vergelijken deze scan met de allereerste. Om te kijken of dat nog steeds klopt. Bij mij klopt het natuurlijk niet. Het is kleiner geworden. Dus dan passen ze het veld aan. Tot op de millimeter nauwkeurig, zodat ze zo min mogelijk gezonde cellen zeg maar bestralen. Dan hoor je door de intercom, we maken eerst die scan. Is gebeurd, dan is het even stil, dan gaan ze beoordelen en daarna hoor je, we gaan nu beginnen met de bestraling. Oké, dat redde die dus niet. Moest ik eerst even opladen. Even kijken, waar was ik ook weer gebleven? Volgens mij tot de CT-scan, die ze dan naast de oude scan leggen om te bepalen wat ze moeten bestralen. En dan wordt de laser precies bepaald, tot op de millimeter nauwkeurig. Ondertussen hoor je even niks, want ze zijn dus even aan het kijken waar ze precies moeten zijn. En dan hoor je door de intercom weer van, joh, we gaan nu beginnen met de bestraling. Dan hoor je een soort ratelgeluidje hoor je. En dan gaan die platen draaien om je heen. En dan zijn ze dus bezig met het bestralen tot op de millimeter nauwkeurig van dat plekje. Dat duurt echt niet langer dan een minuut, denk ik. En dan is het weer stil. En dan is het klaar. Dus de behandeling zelf
onderga je easy peasy. Goed, dat moet je dus 7 weken volhouden. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik was daarna wel, ik voel nu wel een soort van weeg gevoel de hele tijd hier vrij bovenin. Ik weet niet of dat daaraan kan liggen. Een soort van maagzuurachtig idee is het een beetje wat ik nu voel. Doet niet zeer, maar het is gewoon, je bent je ervan bewust, zeg maar. Dus misschien went dat, misschien wordt het erger. Ik zie het wel. Ik ben wel heel erg moe. Ook omdat ik er waarschijnlijk al tegenop zag. En omdat het toch altijd wel stressvol is hoe het gaat en nieuwe dingen en zo. Dus ik denk dat ik vandaag niet zo heel veel meer ga doen. Ik moet wel een aantal werkdingen doen, dus dat ga ik wel doen. Waarschijnlijk ga ik dat gewoon even vanaf de bank doen, liggend of zo. Maar goed, ik wil dit gelijk even opnemen, zodat dit bij deze vlog kon. Eerste keer bestraling. En dan kunnen we morgen weer een nieuwe vlog oppakken met het vervolg. En kan ik dit de eerste keer in de uitleg gelijk afsluiten met deze vlog. Dus ik zie jullie in de volgende. Hoop dat ik dan weer wat fitter ben. En tot donderdag.